van plan zijn om naar het Onze Exotentreffen te komen, 13 september. 22ste keer, Hans? 22ste keer. Ja, 22ste keer. De meeste motoren die hier nu staan, die zijn inderdaad 25 jaar oud. Ja. De oorsprong van het Exotentreffen ligt jaren geleden op de motorbeurs, de viermachtige motordalen. En daar sprak ik die reporters aan, want toen had ik daar mijn motoren staan en ze keken ernaar en ze hadden nog nooit op zo'n ding gereden. En toen is bij mij het opgevat om niet alleen de turbo's, maar alle exotische motoren, en daar bedoel ik mee zescilinders, wankels, turbo's en zo'n oude Norton zoals hier staat, dat bij elkaar te krijgen. En dan is het Exoten uit ontstaan. We vertrekken vanuit Bovenleer. Daarna gaan we richting Tiel. En in Tiel in de buurt is een privémuseum. En als je zegt, heb je wel eens 100 BMW's bij elkaar gezien? Dan staan ze daar. Daar staan Java racemachines. Maar als het lukt, komen wij met een Van Veenwankel bij hem voor de deur. En dan maken we even lekker natuurlijk. Van, kom eens kijken wat jij binnen hebt, hebben we ook buiten staan. En dat is ook het idee erachter. De toertocht die we gaan rijden is ongeveer 80 kilometer. Ik probeer motoren bij elkaar te krijgen die je anders nooit ziet. Die zie je nooit. De polo's die wij aan hebben, die zijn op de dag zelf ook te koop. Mocht het nou zo zijn dat je niet aanwezig kan zijn, maar wel graag een polo wil hebben, dan kan je ons natuurlijk altijd even een mailtje sturen. Dan sturen we er eentje op. Het Exotentreffen zou natuurlijk het Exotentreffen niet zijn als we met z'n allen stranden bij een fantastische barbecue. Maar we met z'n allen de leuke verhalen van de dag zelf of de spannende verhalen die je meegemaakt hebt met elkaar delen. Gezellig rondom het houtskoolvuur waar je gewoon lekker je hapje klaarmaakt en je drankje drinkt. En gezellig met elkaar de dag afsluit. Dat is ook Exotentreffen. Een barbecue. Noem eens wat? Een Hercules wankel. Ah. Een Nimbus met zijspan. Kijk. En een Benelli zij, zescilinder. Is bekend. Ja. Ja, dus je moet ze af en toe ook een beetje koesteren. Dus nu was het een leuke dag om ze mee te nemen. Absoluut.